Hallo allemaal. Ik had beloofd dat ik jullie mijn nieuwe tas zou laten zien. Dus dat ga ik nu even snel unboxen. Oké, het merk is dus Charles & Keith. Hierin zit de tas. En het is trouwens echt een mooi merk. En de kwaliteit is ook echt top. Nou, ik ga het even openen. Oké. Charles & Keith. En zoals ik net al zei, de kwaliteit is echt heel goed. Ik was best wel lang in de winkel en ja, ik vind het best wel vergelijkbaar met Michael Kors, eerlijk gezegd, de kwaliteit van de tassen. Oké, nou, dit is de tas. Ik ga hem even openmaken. Dus ik weet niet of je het goed kan zien op camera. De camera is een beetje donkerbruin. Dit is een hele warme bruin. Ik ga ook kijken of ik het kan filmen in natuurlijk daglicht. Maar goed, laten we echt openen. Nou, het is twee klepjes hier. Kan die eruit? Oh, ik ben echt verliefd. Het is al wat meer richting de normale kleur. Oké, en dit is echt een van de meest rustgevende gevoelens. Dan heb je dus de hendel van achter. Heb je een vakje. Er zit ook wat schuim in. Alles eruit. En dit is de tas. Hij heeft dus een gouden hendel. En er zit ook nog een strap in. Die ga ik dragen. Meestal draag ik altijd mijn tas met een band. Oké, nou, opengemaakt. Ik zie hier nog een extra. Diepschuim. Van binnen heb je dus een extra vak aan de zijkant. En gewoon één groot vak in het midden. En dan heb je hier dustbag. En die is ook bruin. Wat ik het mooiste vind aan hun hendels, of riemen, ik weet niet hoe je het noemt in Nederlands. In Engels is het een strap, maar goed. Het mooiste wat ik vind aan hun straps, noem ik maar gewoon zo, is de clipjes waarmee je het vastmaakt aan je tas. Dit is het model en als je er zo druk, dan gaat hij gewoon open. Het is heel makkelijk om hem dus aan je tas vast te maken en weg te halen. In plaats van eentje die je zo moet openschuiven. Even kijken. Nou, dan hebben we de tas. Aan de zijkant heb je dan je hendeltjes. Die gaat open. En zo voor deze. En dat is de tas dan. Ik ben er echt een grote fan van. Super mooi. Super chic voor een redelijke prijs. En deze hendel is ook heel mooi. Het is een beetje goud-brons. Zit er een beetje tussen. Oké, ik ben nu natuurlijk daglicht. En dit is de tas. Zie je, je kunt het niet veel beter zien. Het is gewoon een combinatie tussen oranje, rood en bruin, een beetje. En de gouden details zijn dus wat meer aan de bronsgouden kant. Hij heeft dus een klepje hier. Gaat open. En dan heb je een vakje. Ik zie wel dat er vrij weinig in past. Nu ik wel mijn spulletjes al erin heb gedaan. Maar goed. Ik denk dat het door de tijd heen ook wat meer mee zal rekken. Dan heb je dus hier een strap. En een gouden hendel. Ik ga nu weer verder met mijn dag en naar school. Dus dan zie ik jullie weer in de volgende vlog. Mm-hmm.